op school zat, wou ik het gewoon altijd heel goed doen. Ik voel me altijd een beetje stom als ik daarover praat. Want ik denk dat als klasgenootjes van mij vroeger mij gaan kennen, dan gaan ze denken, Femke, die gaat toch geen stress gehad hebben, geen faalangst. Want die deed het allemaal best goed. Maar het is een beetje een misvatting dat mensen die het best goed doen op school en niet bang zijn om te buizen bijvoorbeeld, dat die geen faalangst hebben. Het is iets dat bij zoveel mensen voorkomt en toch heerst daar nog een taboe over. In april 2023 heb ik een nummer uitgebracht dat een beetje ging over werkdruk en faalangst. Dat heette 7 op 7. En ik merkte die periode dat ik wel echt heel veel berichten kreeg van jonge mensen die niet durven delen wat ze voelen. Die niet voor hun stress durven uitkomen. Die soms worden uitgelachen voor het feit dat ze faalangst voelen en hebben. Faalangst is iets wat voor iedereen anders is. Want jij trekt de grenzen waar jij faalt. En dat brengt heel veel stress met zich mee. Falen kan zijn, ik wil niet aan mijn ouders kwaad zijn. Falen kan zijn, ik wil niet dat ik gebuisd ben. Maar falen kan ook zijn, ik wil niet dat iemand anders beter doet dan ik. Want ik ben bang voor de reacties of ik wil gewoon het beste zijn. En waarom, dat weet ik ook niet. Ik moet mezelf daar ook vandaag de dag nog heel hard in tegenhouden. Van kijk naar jezelf, kijk naar je eigen pad. En dat is het enige wat op dit moment telt. Ik probeer vandaag nog steeds heel hard te relativeren. Om een stap achteruit te zetten en om even te bekijken, oké, wat ben ik hier aan het doen? Waarvoor laat ik mijn lichaam dit voelen? Waarom heb ik zo ongelooflijk veel stress, terwijl het eigenlijk niet van zo'n groot belang is? En als het nu niet lukt, dan lukt het misschien wel over een half jaar of over een jaar. Dan doe ik het nog eens opnieuw. Ik heb beide kanten van de faalangst en van de stress wel gezien. Want mijn beste vriendinneke was altijd wel heel erg aan het hopen dat ze erdoor was op bijvoorbeeld wiskunde. Ik heb ook wel gemerkt bij haar dat een ongelooflijke stress met zich meebracht. Maar dat was ook vooral omdat je hebt zo het hele smart school gegeven en daar komen alle punten op en alle ouders kunnen dat zien. En bij mij was dat dan een stress om heel goed te doen. Dus, maar we hebben elkaar daar wel altijd in gesteund. Uw omgeving en de klasgenoten en iedereen die rondom u is, zijn alle zijn en praten en tot de kern komen. Ja, ik denk dat het superbelangrijk is om elkaar te steunen.